Well, Sarah, a beautiful wife. Woo! Come on, beautiful She's wife. Gonna share. She sure is. Her communion today. Come on. Come on. Yes. And she asked me to read a scripture. So that's what I'm gonna do. And I'm supposed to do it in Dutch, right? Even kijken. Dat is dus. Terwijl hij nog met de mensen in gesprek was, diende zich buiten zijn moeder en zijn broers aan. Ze vroegen hem dringend te spreken. Iemand zei tegen hem: uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken. Hij antwoordde: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Hij maakte een gebaar naar zijn leerlingen en zei: zij zijn mijn moeder en mijn broers. Want ieder die de wil van mijn vader in de hemel doet, is mijn broer, zuster en moeder. Wow. Yep. So, I want you to welcome my beautiful, amazing wife. Come on. Come on. Oké. Wat betekent kruis voor mij? De kruis betekent voor mij een tweede kans. Ik was een geboren professional people pleaser. En ik hoefde daar niet eens een opleiding voor te doen. I was just a professional. thuis kreeg ik niet de aandacht, de liefde die ik nodig had. Dus dan ging ik het opzoeken naar in andere mensen. En waardoor ik juist mezelf ook daarin kwijtraakte. Dus alles wat ze zeiden van, wil je dit doen, deed ik het. Oh, je moet zo doen, oh, dan deed ik het. Omdat puur gewoon omdat ik de aanzien, de liefde en de acceptatie verwachtte van mensen. En op een gegeven moment was het zo ver gegaan dat ik mijn identiteit was kwijtgeraakt. Ik was compleet mezelf helemaal kwijt. En toen die tijd had ik ook een beste vriendin. En zij en haar moeder was mijn geestelijke moeder. En zij vergeleek mij heel vaak met haar dochter. Waardoor ik op een gegeven moment haar wilde zijn. Dus ik begon zelfs met te kleden net als haar. Ik begon mijn haren te doen net als haar. Te reageren net als haar. En ik ben iemand die heel goofy is, heel grappig en heel positief. Maar ik was er gewoon niet meer. Yeah. I was dead on the inside. En op een gegeven moment besefte ik dat ik heel leeg was van binnen. Zelfs toen ging ik naar een kerk en dacht ik dat ik God kende. En dat ik gevuld was door die liefde, maar ik was nog steeds leeg. En in dat vriendschap, op een gegeven moment ging ik ook bepaalde andere dingen doen. Ik ging veel meer uit. Ik begon zelfs op vrouwen te vallen. Was gewoon helemaal... Ik was mezelf gewoon niet meer. En op de dansopleiding, bepaalde dingen die ze vroegen om te doen, deed ik het gewoon, terwijl ik daar eigenlijk niet achter stond, maar ik deed het. En ik wist niet hoe eruit te komen, want ergens diep in mezelf wist ik dat het niet klopte en dat het niet ik was. Maar ik bleef doorgaan, dus ik wist het gewoon niet. Nou, God is ertussen gekomen, ons vriendschap is uit elkaar gegaan, ik was gestopt met de dansopleiding. En toen was ik op zoek naar hem. Heel erg, heel lang op zoek naar hem. Wie is hij? Wie ben ik in hem? En toen kwam Mariella. Wow. En God heeft Mariella gestuurd. En tijdens de studie besefte ik heel erg dat de liefde die ik zocht, ging ik te veel in mensen zoeken. En I idolized people. Wow. Ik was hun echt op een voetstuk aan het zetten. En hun konden bepalen wie ik was. Maar tijdens de studie besefte ik... Ik was zo lang op zoek naar acceptatie en liefde. En dat is precies wat Jezus deed voor mij aan de kruis. Hij hield zoveel van mij, houdt zoveel van mij. En accepteerde voor wie ik was. Waardoor zoveel van mij. Dat hij zelfs aan het kruis is gegaan voor mij. En hij heeft zichzelf laten slaan, belachelijk gemaakt, gespuugd, speciaal voor mij. En hij heeft mij een tweede kans gegeven toen ik een discipel werd, om hem nu op de eerste plaats te zetten en niet de mensen. En
En de Vader laat me juist door de kruis zien, Jezus laat me door de kruis zien dat Hij enorm veel van mij houdt en mij accepteert voor wie ik ben. Ik ben nog steeds aan het groeien, maar Hij houdt van mij. En Hij laat me zien steeds meer hoe ik God op de eerste plaats zet. En dat, daar ben ik heel dankbaar voor en Jezus heel dankbaar voor. Ja. Dat is mijn story. Thank you. Come on, Sarah. Yeah, very inspirational, right? Yeah. Yeah, because we can all relate to that somehow. We have our own struggles. And God is so merciful that He gave us the kingdom, right? Because He doesn't want heaven without us. So He brought it here. Amen. So let's pray. Father, we thank you. Thank you for this day, Father. Thank you for what you have done. Thank you, Father, that we can do this in behalf of you, Father. And I thank you that you are with us and that you so much love us that you gave up everything. Father, we thank you for this day, and I pray that you will continue to build your will into us in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.